in het weer spelen van Sparta. Maar heel erg bedankt Elias om hier aan te zijn, Ria om hier te zijn. En uiteindelijk niet naar Turk aan te gaan. En Johan ook bedankt dat je al langs je langs terug de vrijwel gemaakt en wat later is. De pieren uit de neus van Elias dat was mijn voordeel, dus ik denk dat misschien. Voilà. Ja, dankjewel Dina. Goedenavond allemaal. Welkom. Elias, we zijn hier eigenlijk om te praten over jouw werk dat je hier hebt gerealiseerd. Ik heb net voor de eerste keer op de visie mogen. Je hebt een shock to the system als je de ruimte betreedt. En daarmee viel me ook in dat de eerste keer dat ik jouw werk zag, dat dat precies 2 jaar geleden is, op dit moment ongeveer, terwijl je toen afstudeerde, je aan de paardenmarkt een werk had geïnstalleerd dat ik eerst niet heb gezien. De tweede keer heb ik het ook niet gezien. En pas de derde keer toen ik er langs liep, zag ik het wel. En sindsdien ben ik het ook niet meer vergeten. Kan je even vertellen wat voor een werk dat was, jouw afstudeerproject? 2 jaar geleden. Ik had toen tussen 2 scholengebouwen een autostrade viaduct geplaatst eigenlijk. Dus helemaal nagebouwd op waar, niet waar grote, maar lijkend op waar grote. En dat was effectief niet duidelijk dat dat een werk was. Dus is dat echt ons. Ah ja. en effectief had ik gezegd, veel mensen zagen nu ook de centen van mij die mijn werk ook al heel goed kenden, die vroegen van ja, waar sta je werk niet, terwijl ik anders stond. En dan zei ik van ja, het is hier in de buurt, dus zoek maar in grond. En die zeggen, ik zie het echt niet, is het nog eens? Oké, dan ga ik het zien. Ja, oké, anders niet. En uiteindelijk, bij de laatste keer, zagen ze dan uiteindelijk wel dat ik heel indruk van de grote. Maar ik vond het wel tof om het grootste werk te hebben, die het meest aanzienlijk was eigenlijk. Ja, dus eigenlijk was het meest aanwezig en het minst aanwezig tegelijkertijd. Hoe heb je op dat moment beslist om daar dat te doen? Hoe komt zo'n beeld dan ten eerste bij jou ontstaan in je hoofd en ten tweede, hoe komen we daar op ter plekke effectief terecht? Om zo'n beschrijving dus iets te concipiëren en ook effectief materialiseren in dit geval. Ja. Ik had eerst idee gekregen om te doen met een brug toen ik in een landschap, we staan bij Hans van Antwerpen, door een landschap in de buurt van tussen Brugge en Knokke. En daar was op dat moment eigenlijk een brug aan het aanleggen tussen, om de expressweg van Knokke naar Antwerpen eigenlijk door te trekken. En dus er stonden fragmenten bruggen die nog niet met elkaar geconnecteerd waren. En dat was een heel raar ding, heel wat gegeven dat je daar van die kolossale tafels tussen hebt staan in het landschap. Omdat de rest van het landschap is eigenlijk neutraal, zeg maar. Dus ik was toen al bezig met bruggen en met die invloed ervan. En ik had toen, op dat moment wilde ik eigenlijk die installatie maken aan het Meter Hospitaal. Dus had ik maar een soort van Photoshop gemaakt eigenlijk. Ik heb het doorgestuurd naar Monique. Dat er uit het poortgebouw van het autisme kon komen. Dus, en toen... hallo. Wees je beter aan het Precies op het gewoon. Dus we waren even bezig over dat werk gemaakt hebben voor het afstudeerproject. Dat is het eerste moment dat we op dat Johan nog eens gewerkt werk te zien. Dus ik had toen ook met de idee gespeeld om een brug te gaan maken, maar ik had de reden nog niet gezien waar ik dat zou kunnen doen. En op dat moment kwam die tentoonstelling te sprake van die tentoonstelling tussen de academie en Sint-Lucas samen om een heel grote tentoonstelling te bouwen. In het begin was ik niet helemaal in mee, omdat ik dacht van werk dat er nooit terecht kon komen. Tot op de locatie waar zag ik die gangstjes en dacht ik van check dit. Je moet ook gewoon die brug maken. En dan begin je schetsen maken en misschien moet ik net de laatste schetsen tonen van. Dus ja, ik heb heel veel verschillende variaties die gemaakt van wat het echt zou kunnen worden, welke vorm het moet zijn, welke hoek heeft daar. Dus daar heb ik overzicht aan de schets en dan ook van die verschillende Photoshop schetsen gemaakt enzovoort. Dus dan begint je daarop op te gaan studeren eigenlijk, dan technische tekening om de hout te gaan berekenen. Maar dat was meestal eerste zo'n project dat gedaan eigenlijk. Dat werd ook niet meteen helemaal ontvangen vanuit mijn docent om het te verschrikken denk ik. Dat ik aan iets te groot begon, maar dat heb ik dat gewoon gedaan en ik zeg van ik moet de grootste sculptuur maken ooit.
dat is voornamelijk om dat te doen, zeg maar. Ook naar de school toe om daar. En ik wou in de master wel wat ruimte voelde om zeg maar, school te laten gaan werken. Dat is niet, ik heb geen kritiek op die school, maar voor mij was dat ook een soort van uiting om dan wel mensen. De sculptuur te maken van 7 meter, terwijl ik verwacht dat ik meer specifiek wat meer mijn 2D-en gebruik. Even dus echt uitbreken uit het systeem eigenlijk, bij zo'n spreken. Ja. Op dat moment op die plek wel, ja. Wat voor werk maakte je voor de dienst als student? Voor je met dit als het ware je geout hebt, als een soort installatie, site-specifieke kunstenaar? Dat waren meer nog steeds wat grotere sculpturen, dus wel sculpturen van 3 meter hoog soms. Maar ik was eigenlijk op dat moment, op dat jaar was ik eigenlijk meer werk gemaakt die effectief echt wat kleiner was en meer werk vanuit een soort van studie, zo gezegd. Dus op dat moment was ik eigenlijk 1,5 maand bezig met alle kerken van Antwerpen op te zoeken en die op een plaats te geven om dan de locatie, of de grootte van al die kerken in beslag nemen in de stad te gaan onderzoeken en daar iets mee te gaan doen. Maar dat bleef maar bij dat onderzoek en dat beaamde ze ergens wel en daar wil ik echt wel wat van uitbreken inderdaad met kolossaal of de grote zeg maar. Maar daarvoor had ik gewoon nog grote installaties gemaakt. Grote sculpturen gemaakt, zeg maar. Geen installaties, maar grote sculpturen. Ja. Wat mij aan dit werk zo frappeerde was dat het aan de ene kant hyper hardcore minimalisme is, aan de andere kant is het hyper figuratief. Het heeft een gigantische abstractie, maar ook een ongelooflijke concreetheid. Hè? Ik denk ook dat een beetje een luie kunstenaar zou dat beeld dat je in het landschap hebt gezien van die afgewerkte viaduct, zou die gewoon fotograferen en dan bijvoorbeeld opblazen op print hè, en dan als fotoprint tonen. Maar jij ziet dat beeld, je pakt dat mee en je realiseert het op een andere manier. Waar zit die voor u die slag van het waarnemen van een soort van absurde situatie en die dan ook ergens reconstrueren? Waarom gebeurt dat en wat is die intrinsieke motivatie? Maar dat ook uit te voeren. Eerst en vooral die architectuur en die stedelijkheid is iets dat mij al sinds ik klein ben echt onwaarschijnlijk boeit. En dus de ruimte dat zo'n elementen plaatsvinden, of plaatsnemen eigenlijk in de ruimte, boeit me uit. Dus wat gebeurt er als ik nu in dat steekje een brug zet? Dus voor mij is dat een soort van verplichting om dat te moeten uit gaan testen, denk maar. Maar tegelijkertijd ook, het effect dat je hebt met een blauwe foto en dit is helemaal anders. Ik bedoel, de absurditeit dat je hier hebt van, het is hier gek, een brug aan het bouwen, voor wie of voor wat. Dus je gaat veel meer gaan nadenken over de betekenis van de reden waarom het daar staat, dan dat je dat zou hebben op een foto. Een foto is een esthetisch element, en iets waar je denkt van, raar, moet ik in het landschap. Terwijl je hier wordt je echt in de feite gedrukt. En gaat gaan nadenken wat is zo'n brug hier en wat betekent dat in de rest van de stad als er zo'n brug ergens staat. En dan kun je eigenlijk de lijn gaan trekken naar ons heel typisch Belgisch landschap, zeg maar, die constant wordt eigenlijk aangepast en door elkaar gerammeld en gehaspeld en gebricoleerd. Ja. En dat is een ijzer, ook mijn invloedprobleem, zeg maar, Brussel is dat vlak. Een fantastische stad om eigenlijk daar zich zo'n dingen effectief in straat beeld. Ik wou net zeggen, want dit oog nu zo'n foto zeker heel hallucinant en bizar, maar in de realiteit bestaan zo'n dingen ook voortdurend natuurlijk. Ja, absoluut. Is het gevoel dat de realiteit dan toch nog extremer is dan datgene wat je kan visualiseren? En hoe sta je dan als kunstenaar daar tegenover? Kan je dat proberen te overtreffen of kan je op de knieën zitten en zeggen van, hier kan ik echt niet tegenop ofzo? Ik vind het wel boeiend inderdaad dat je die dag opnieuw stelt, omdat ik denk altijd dat ik zo'n dingen in de verf zet. Door die installatie te maken, denk ik van ja, nu ga ik iets erger maken dan het eigenlijk in het echt bestaat, maar dat is helemaal niet zo helaas. Bijvoorbeeld nu zijn de steen van Antwerpen, die is wel terug vanaf dat week. Dus dat zijn gewoon dingen waar ik bij stilsta. Maar terug te komen op de vraag. Ik denk, de plaats waar ik het toon is heel belangrijk. Toon ik op een tentoonstelling. Terwijl dit ook gewoon bestaat, als dat op een tentoonstelling staat, gaat je als bezoeker dat ook gaan bekijken als ik kom naar de tentoonstelling. Ik zie dat werk. En daar ga je tegen nadenken over. Als je dat in het echt kent, en meestal kent je dat ook al jarenlang, omdat je al jarenlang op dezelfde plek passeert, ga je nooit denken van, dat is raar dat dat hier staat. Terwijl als de installatie is die nieuw of eigenlijk, en ik dit hier nieuw wordt geplaatst, dan ga ik die link wel leggen. Ik ga wel zeggen van,
hoe komt dat in je stad? Waardoor dat je die andere plekken dat je al jarenlang al kent als absurditeit, ga je dan een vraag stellen, hoe komt dat die plek wordt op die manier hier zo gekomen, dus op die situatie, zeg maar. Bijvoorbeeld het Justitiepaleis in Brussel, dat kennen wij allemaal als die mastodont, waar we... Het Justitiepaleis van Brussel kennen wij allemaal als dat mastodont gegeven waarom dat al die stellingen staan. Maar hoe komt dat die stellingen daar nu al meer dan 30 jaar rond staan? Hoe komt dat ik heb dat nooit gezien zonder stellingen? Stellingen zelf moeten voldoende gerestaureerd worden. Exact, dat is het probleem. Als je de stellingen weghaalt, gaan delen van het gebouw storten. Maar als je de stellingen zelf moet gerestaureerd worden. En het ding is, de geschiedenis van het gebouw gaat veel verder. Door dat gebouw is nooit gebouwd onconstructief. Eigenlijk wel ervoor gebouwd, maar is nooit constructief juist geweest, zeg maar. Vandaar de bijna nog een stuk te schrijven als je tik over hoe laat is. Ja. Maar bon, zo. Dus dat zijn gewoon dingen die me boeien en dat ik in de verf wil zetten door zelf installaties te maken, maar dan in een andere context. Waardoor dat je zou kunnen gaan nadenken als bezoeker dat er open staat, over die echte situatie dat we al, die al bestaan in de stad zijn. Ja. Wat je viaduct betreft, hè, in die schoolcontext, is het ook verleidelijk om een metafoor in te zien. Hè? Dus de tolster in Hans en Lucas en de academie samen. Voor jullie mee, is dat nodig? Ik wil het dan niet versterken, dan is het absurd. De metafoor zou kunnen zijn dat je letterlijk een brug slaat tussen de twee kunstscholen van Antwerpen. En ineens wordt dat banale beeld een soort symbool of een metafoor. Zit die idee erachter? Nee. Dat dacht ik ook al. Tweede vraag, subvraag. Vind je het dan erg wanneer mensen het zo zouden lezen? Ik vind dat iedereen vrij is om zijn eigen interpretatie erin te maken. En ik ben ook heel blij dat mensen dan daaraan gaan denken. Mijn intentie is zeker niet dat dat een brug zou moeten zijn tussen twee scholen. Want ik vind het dan natuurlijk al zou moeten bestaan. En in zekere zin onder studenten bestaat, denk ik zelfs al deels. En ik geloof ook niet dat twee kunstscholen concurreren tegenover elkaar zouden moeten staan. Dus ik ga ook geen brug maken om die dan net naar elkaar te brengen. Zeg maar. Voor mij was dat echt dat urbanistisch gegeven als thema het belangrijkste. En dan als mensen dat weer zien, zo wie het, tof. Maar het is echt totaal niet mijn bedoeling, zeg maar. Terwijl je natuurlijk eigenhandig als een viaductstructuur bouwt, hè, weet je ook dat ding daar tijd bestaat, hè, dat het efemeer is, dat het binnen een paar weken weg is, spoorloos verdwenen is. Hou je tijdens het opbouwen rekening met het feit dat dat werk ook zo tijdelijk is? Gewoon de factor documentatie, registratie. Zit die intentioneel in jouw werkproces of is het iets waar je daarna denkt: oei, ik moet het ook nog fotograferen? Dat is iets al vaker beslist gelopen. Ik ben heel blij dat mijn fotograaf ligt hier in de Maar dat is wel problematisch geweest en ook natuurlijk, sorry, Pieter. Dat is iets die wel problematisch is geweest. Toen dacht ik van ja, ach, dat is niet nodig, want dat kan ik allemaal zelf. En uiteindelijk denk ik dat het echt gewoon trots echt foto's zijn. Dus dat is iets waar ik wel meer mee wil bezig zijn. Maar constructiegewijs weet ik wel dat dat ook tijdelijk er gaat staan. In het geval van de brug was het ook heel goed dat dat toen werd afgebroken, want ik kon de plaat die hing, zeg maar, kon ik die gewoon zonder moeite gewoon eruit halen. Zonder moeite te wijzen en zo. Dus, op zich weet ik dat wel, en dat is soms ook wat triest als ik iets moet gaan afbreken, dan kijk ik nog één keer, ik had ook wel een beetje gedroken, ik zo naar een tentoonstelling dat ik had gemaakt in de galerie. Kijk, ik zo een ander voor mij gaan staan, zo twee dagen voordat ik moest afbreken, zo met sommige spijt, ik had binnen twee dagen helemaal moest afbreken. Maar dat was omdat ik het ook had. En twee dagen daarna was ook geen probleem, dan kan ik het ook wel gewoon terug zetten. Ja, maar die structuren stralen wel een soort permanentie uit, en stabiliteit, maar ze zijn heel vluchtig. Wat is de belangrijke factor tijd in jouw werk? Tijd niet alleen in de zin van de tijdelijkheid van je installaties, maar ook tijd als geschiedenis, geheugen, herinnering, nostalgie, melancholie. Speelt er mee aan het werk? Persoonlijk vind ik jouw werk vrij melancholisch. Ik denk dat er sowieso wel een melancholisch karakter in zit. Ook omdat ik bepaalde stijlelementen wat gebruik die aan het vervagen zijn momenteel. Dus je ziet heel erg dat de stad moet gemoderniseerd worden en de stad moet. Meters dat ze moeten nu die soort tegeltjes hebben gelijk op zwembaden. En ik hou wel meer van die vorige esthetiek, dus ik
ga er ook wel aan oproepen, die esthetiek. En misschien daar wordt het wel een soort van nostalgisch gegeven bijna. Dat tijdelijke in dat werk is iets dat ik sowieso weet. Ik vind dat ook goed, dat moet niet op blijven staan. Tot als moest ooit de sculptuur een keer aan blijven staan. Ja, maar dat is de volgende vraag. Stel dat je de uitnodiging krijgt om permanent zo'n ingreep te doen, forever, zou je daar op dezelfde manier op ingaan? Of zou je dan een soort twijfeling gebracht worden van, oei, dit moet toch wel binnen 50 jaar nog zinvol zijn? Hoe sta je daar tegenover de meer langdurige werking van je werk? Dat is moeilijk, omdat ik er nog nooit zo'n moment gehad dat ik dat moest overladen. Ik weet niet goed, dat hangt ook af van de locatie, dat hangt af van waar gaat dat plaatsvinden, zijn Wilhelmen, zijn Stadelperk, of is dat iets die je gaat terechtkomen op de Grote Markt in Antwerpen. Dus dat hangt allemaal af waarover dat werk gaat gaan. En dat het thema van de werk gaat altijd op de basis van het thema van de werk gaat bij de locatie liggen, zeg maar. Dus dat is moeilijk om te antwoorden nu. Dus te zien wat ik ook krijg van voorstellen. Want alles is wel altijd heel specifiek geplaatst, zeg maar, in de ruimte die iets te maken heeft met. Of, dat werkt als bij de parkeergarage die hier gerealiseerd. Die installatie maakt deel uit van een project waarbij ExoCity de kans geeft aan beginnende kunstenaars, om het dan zo te zeggen, jonge kunstenaars, zeg maar beginnende kunstenaars, te laten uitnodigen door meer gevestigde kunstenaars. Jij bent uitgenodigd door Ria Paquet. Waarom heeft ze jou gekozen, denk je? Ik vond het heel tof dat hij mij gekozen heeft, want dat is heel onderwisseling meer tijd, want er zijn zoveel potentieel kunstenaars in Antwerpen. Dus dat is heel, heel tof. Maar ik denk dat Ria, dat heeft ze ook al gezegd op een bepaald moment, dat hij mij gekozen heeft omdat wij beide rond de openbare ruimte werken, maar op een totaal diverse manier. Ik kan niet zeggen dat wij tegenover wel eigenlijk normaal tegen elkaar staan, maar zij werkte met een veel intiemere manier met openbare ruimte en veel, eigenlijk als een performance als ze daar niet aan toe. Dus dat contact met die openbare ruimte is op een heel andere manier. Maar ik denk dat dat ons grootste raakvlak is, zeg maar. Is die openbare ruimte of het feit dat we rond die openbare ruimte werken. Ik zou het ook een beetje naast je kunnen formuleren. In die zin, Ria is heel goed bevriend met Guillaume Bijl. Guillaume Bijl had de archetypische installatiekunstenaar die trompeleurs realiseert. Ik denk aan de autorijschool Zetspel in 1979. En natuurlijk zijn er wel bepaalde verwantschappen tussen jouw praktijk en die van Guillaume. Denk je dat daar ook een soort connectie zit? Dat Ria jou misschien ook een soort van, geen nieuwe Guillaume Bijl zit, maar wel een soort van verderzetting van die praktijk of zo? Een differentiatie van de praktijk? Ja. Ik denk dat ik Ria wel ontmoet via ofwel Uli, ofwel Nadja, ofwel Guillaume. Ik denk dat het wel zo moet gelopen zijn ooit, of in een les of zo, dat weet ik niet. Dus dat contact is op die manier gelegd. Ik denk niet dat het de reden is waarom dat hij mij gekozen heeft, omdat ze denk ik niet vindt dat ons werk zo dicht bij elkaar ligt. Het is waar, we werken alle twee met trompe-l'œil. Dat is zeker, maar ik denk dat er daar nog heel veel verschillende lagen zitten eigenlijk, die ons werk wel in mij van elkaar zitten. Zelfs. Dus ik denk dat die prestatie van Ria meer naar mij toe als kunstenaar was dan een soort van evenbeeld in die jongens gewonnen. Ja. Denk ik, hè? Oh. Ja. Tot de beste. Tot de beste. Dus die uitnodiging zijn gekomen en je gaat aan de ruimte zien bekijken en zo. Wist je meteen dat daar een parkeergarage moest komen of waren er een aantal andere opties die er in vuur geplaatst zijn? Ik kende de ruimte van tevoren al. Ik had eerder al gefantaseerd, als ik naar ruimtes ga kijken, of als ik naar tentoonstellingen ga kijken, dan fantaseer ik altijd van ja, wat kan ik nu doen met die ruimte? Waar zou de ruimte nu voor kunnen dienen? En het idee van de parkeergarage was misschien in zekere zin wel aanwezig, zeg maar. Omdat die ruimte dat gewoon dat uitstraalt. Natuurlijk zijn er al die ramen, dus het is niet in maken. Het is een beetje hoog natuurlijk voor een garage. Twee dingen hoog, exact. Maar qua esthetiek van het gebouw en qua de laagte van het plafond op die verdieping, waren allemaal wel een soort van elementen die je ook in de parking tegenkomt. Er stond een pilaarje, veel te dun om een pilaar van binnen in te zijn. Maar dat pilaarje was ook al een soort van aanzet om die ruimte op die manier te gaan kijken, zeg maar. Dus ik weet niet, ik ben er inderdaad meer van afgeweken.
terugkijken, dat is misschien ook iets wat ik in de toekomst vaker moet doen, is gaan terugkijken wat ik ook nog moet doen, buiten dat eerste project. Maar in dit geval is het eerste idee ook, dankzij alle medewerkers van City meteen ook aangenomen, dus dat is niet helemaal gegaan. Oké, en dan parkeergarage denken, hè? De min 1 denken op plus 2 is natuurlijk één ding, conceptfase. Het realiseren is een tweede ding. Hoe moet ik me eigenlijk de stadia in jouw praktijk inbeelden? Ben je eerst uitgebreid met foto's te maken van bestaande parkeergarages, of zijn dat meer beelden die gewoon wat in jouw hoofd rondzwerven? Begin je te tekenen, begin je maquettes te maken? Hoe gaat dat in zijn werk? Al die stadia komen eigenlijk allemaal samen op een bepaald moment. Dus dat ga ik parkings gaan bezoeken, dus ik ga dan ook met de fiets een parkings gaan rijden. Dan begin ik die te tekenen ook. Ik heb zo'n schetboek waar ik afschuwelijk teken, maar toch tekeningen mag. Om toch die voeling met die ruimte om te krijgen van wat kan ik waar plaatsen. Ik moet meestal ook zo een bovenaan zegt, een plattegrond. Om te zien waar ik wat kan plaatsen. Dat is bijvoorbeeld wat ik op voorhand had opgezocht van de parkingomgeving maken. Dus waar elementen zijn er. Dus ik heb die hele streep bijvoorbeeld, dat vind ik interessant. En als je ik ging eigenlijk eerst, waar die dat rood hokje staat, zeg maar, ging eigenlijk eerst een glazen hokje doen, dat was technisch een beetje moeilijk. Maar dus al die dingen ga ik verzamelen en ga ik dan samen gaan bereiden tot één Photoshop. Dus je maakt eigenlijk een synthese van bestaande indrukken. Het is niet dat je een bestaande parkeergarage copy-paste hebt, je maakt een synthese van. Exact. En je maakt daar een soort van archetypisch of een juiste garage. Wat dat voor mij, ik kan niet zeggen een ideale garage is, maar voor mij in die ruimte, zeg maar, hoe werkt iconisch eigenlijk wel. Ja, eigenlijk wel. Ja. Dat was dan de Photoshop-schets. Dat is dan al na de tekeningen gemaakt en zo. En uiteindelijk, als we naar deze kijken, zien we dat het eigenlijk redelijk dicht liep bij wat het uiteindelijk geworden is. Er zijn een paar verschillen uiteindelijk. Dat is de kleur van de auto, dus dat heb ik eigenlijk niet gepland. Dat kan daar anders zijn. Maar het is wel gewoon hetzelfde. Ja. Het is misschien dat jouw ontwerp heel clean is natuurlijk. Terwijl je hebt echt een garage boven, je hebt een fake garage. Heel schmutzig en messy is. Hè? Ik vond het ook wel voornamelijk om dat zo te laten. Dat is natuurlijk tijdens het werkproces zo gekomen. Wat me ook gelukt was een raam die bij de vorige expo, een raam die open was gemaakt. Doordat er zo wat volgens dan wat koepels vandaag laten. En dat werkte allemaal mee in de expo, dat werkte wel allemaal niet. Ik had zelfs een dag van de opening, wat ik zei tegen de kruisproces niet mocht kruisen. Ze hadden ook niet gedaan, maar sommige plekken dachten ze toch dat het misschien iets te veel was. Dus dat is hij toch weggedaan. Dus heb je dan zo'n paar van de opening nog zoals de plekken maken op de vloer. Ja. Ik vind de illusie boven is werkelijk, het is hallucinant. Het trompe-l'oeil-effect is effectief daar. Je hebt echt eventjes een soort van shock to the system, maar dit klopt niet. Dus dat hyperrealisme ja, vind ik echt heel bezwaarlijk. Het is trouwens ook iets wat. Ja, ook eigenlijk. Mm-hmm. Zo, ik zeg je helemaal voor detail. Hè. Yeah. Anderzijds denk ik, de sensatie van geur bijvoorbeeld laat je niet mee spelen. Een geur van vaat, een geur van urine, zou je zeggen, of verschaald bier, of ik weet niet. Of zou het er aan eerst over zijn? Dat zijn allemaal dingen waar ik ook aan het nadenken was. Het geluid bijvoorbeeld heb je ook niet echt. Hè? Ja, wel, het geluid van de sensatie die erboven staat, die wel belangrijk is, maar dat ik ook wel goed voor beneden. Om even om Guillaume had aangehaald, om daar een verschil nog even op te plaatsen, is dat bij Guillaume gebruikt allemaal voorwerpen gaat die gaan plaatsen, gaan creëren in de ruimte. En bij mij is alles gewoon fake. Ik maak alles zelf. En dat is denk ik wel een groot verschil. Want je komt binnen en de illusie is er. Op het moment dat je beter gaat gaan kijken, zie je van oei, nee, dit klopt echt niet. Die bepaalde dingen veel te scheef, dus dat moet plastic zijn. En dan zie je dat die letters ook geplakt zijn op de ticketmachine. Dus op een duur begint je wel. Dat is een van de muren, van de betonnen muur, zeg ik, een klein kiertje. Ja. En dat is even, door dit smalle kiertje brengt de realiteit tot binnen in jouw fata morgana. Dat vind ik ook heel mooi. Het is hyper-gerelateerd, maar het zijn kleine foutjes die toch de realiteit toelaat. Ik vind die foutjes ook heel voornaam. Dat kiertje voor mij had niet goed. Maar ik vind die foutjes toch wel heel voornaam. Vooral dan in die machines en in die dat je begint te voelen dat dat echt niet correct is, dat die niet juist is. Waardoor dat je ook al rest gaat beginnen in vraag te stellen. Die pilaar die er staat, is die nu echt? Ah nee, die is ook niet echt. Maar, dus dat je op die manier gaat beginnen nadenken over wat die ruimte effectief nog, wat er nog boven blijft in die ruimte. Dus de brandslangkast is zelf gemaakt, terwijl dat je heel makkelijk kan kopen. Maar om terug te komen, wat het gewoon is. Ja, je zou het realisme kunnen opdrijven door het geluid en geur toe te voeren. Ja.
Dus ik heb één keer een geur toegevoegd in de installatie en dat werd waanzinnig goed. Dat was een dreincoupé. Daar had ik ook zo een geur. Dat moest zo'n beetje een muffe geur, maar tegelijkertijd zo'n een redelijk goede geur zijn. Omdat die, dat was een dreincoupé die van het Leopold de Tweede Tijd moest stammen. Maar in deze keer wou ik eigenlijk, maar dan ben ik het uiteindelijk vergeten, want ik wou eigenlijk mijn kettingzak gaan rondlopen, waardoor er dus benzine komt of vanaf komt. Dat is eigenlijk die geur van een auto ook wel opgelet. Dat was oorspronkelijk de bedoeling. En dan de geur van de urine zo. Ik heb erover getwijfeld, want ik had dus net voor de opening dat zo op een puntje gedronken en dacht van ja, goh. Ik heb een geurspoor. Ja, exact. Maar dat heb ik toch niet gedurfd naar de legaliteit van. Maar ik was pas wel van het ja. Dan heb ik toen met gisteren nog een spoor nagelaten. Maar, ja, ik heb hier heel erg getwijfeld over ook de rest van de suggestie van moeder om nog een lamp te laten flikkeren, dat je dat gevoel ook een beetje krijgt. Maar het is daar een beetje schrik op, omdat soms dat te veel een decor echt een decor laten zijn. Ik zit er heel dichtbij sowieso en het is een wezen ook een soort van decor, zeg maar. Maar ik weet niet, als je van die details aanbrengt, waar je de lijn dan trekt tussen echt een theaterstuk of een installatie. Dat is een ding dat nog aan het afvoetsen ben, denk ik. Dat moet je aan het doen. Ja, ik ook. Ooit de neiging ervaren om die setting die je dan creëert en die effectief als een decor kan gelden, ook te bemannen en te laten bewonen en te dynamiseren met. Heb ik wel een figuratie of interacties met de publiek? Maar nu loopt de bezoeker eigenlijk door een decor waar iets zou kunnen gebeuren. Ja, ja. Er is niet veel voor nodig om dat te doen, kan er effectief een ervaring op gebeurd is. Daar heb ik ook over nagedacht, want hier kun je perfect inderdaad aan je personeel leggen bijvoorbeeld, of je hebt mogelijkheid om inderdaad daar een soort van performatief gegeven aan te geven. Maar ik weet niet goed wat ik probeer te zeggen dan daar nog is. Dan is het gegeven van die. Dan heb ik iets gemaakt om die cliché in te leggen, zeg maar. Of dan heb ik iets gemaakt om een performance in te laten gebeuren. En dan wordt het echt een decor. Volgens mij is net die installatie bij sterk, volgens mij. En ik denk dat er ook moet van blijven gaan, denk ik. Maar dat is ook dingen waar ik nog. Ik heb nog niet al antwoorden op vragen in beeld. Maar dat is een ding waar ik mee bezig ben. Ja, door te doen dat je natuurlijk dat soort vragen oproept bij jezelf. Klopt. Maar ik heb het ook niet gedurfd, ja. Blijkbaar. Ja. En toch zitten er narratieve elementen in jouw installatie. Want ik heb ook in de auto binnengekeken. Absoluut. Een auto op de achterbank. Het is eigenlijk een auto die door een kinderen meerijden en zo. Ja, ja. Ook duidelijk van iemand die wat minder groot budget heeft. Hè. Een oud tweedehands autootje en zo. Voor mij mag dat dan toch. Ja, meteen krijg je een suggestie van een verhaal of een familiedrama of iets. Ja. Dat gebeurt. Dat hoeft niet dodelijk te zijn. Hè. Maar dus. Maar dus die narrativiteit die er toch. Inkruipt. Is die intentioneel of is dat ook weer een gevolg van een random situatie? Ik heb dat met de autootje wel intentioneel gedaan. Zo duidelijk dat ik die dingen heb neergelegd. Maar er is een verschil. Voor mij is dat een momentopname, voor mij is dat een foto dat je gepakt vindt. Voor mij is dat je komt eigenlijk terecht in een stilstand beeld, zeg maar. En die auto neemt deel aan dat stilstand beeld. Wat erin ligt is ook dat stilstand beeld, zeg maar. Als je dan die performance wat doorgaat daar, of als je inderdaad iets rond gaat doen, dan is het niet meer daar. Dan is die overheidsfoto dat je genomen hebt op dat moment, is dan ook op de droge, zeg maar. Ik vind het juist tof om net die momentopname daar te laten duren, zeg maar. Het is een momentopname van dat je anderhalve maand duurt, zeg maar. Dat is de reden waarom ik wel als ik mijn narratief insteek. En zeker dat is niet zo gedaan, denk ik trouwens. Dus hij had die andere installatie in die trein ook wel een klein beetje. Dat was ook wel het gevoel van een sofa en een soort van gezamenlijk ding. Maar ik vind dat moment is belangrijker dan dat er iets gebeurt, dat er iets bezig is, zeg maar. Voor mij. Maar misschien gaat het dan ook, hè? Deze installatie boven
voelt, vind ik persoonlijk ook redelijk beklimmend aan. Een beetje bedreigend ook, het gevoel van een donker parkeergarage waar je alleen oploopt. Er is filmis, het komt heel uit een beetje in de lucht. Maar toch zit er ook humor in, uiteraard. Ik denk ook aan de vriendenmotiefjes die je dan ziet, of de toeristische Antwerp-posters die hier aan de trapzaal hangen. Ja. En waar jouw naam ook in verwerkt is en zo. Waar zit in jouw werk de balans tussen humor en de meer donkere kanten? Dat is bij jou? Laat ik zeggen dat het thema dat ik naar voren breng, ik geef er dus wel vaak een mening over. Ik zeg die mening niet duidelijk van ik ben tegen of voor of bla bla bla. Maar er komt wel een soort van kritiek van hoe het dat eruit ziet, dat het eigenlijk niet helemaal gefunctioneerd, dat het beter zou kunnen. Of, maar voor mij is de manier waarop dat gebracht wordt, op het moment dat je boven komt, zeg maar, dan het is het moment dat je denkt van ha, is dat een pakje? En je hebt wel een soort van die humoristische is, het feit dat het er effectief is. Maar het onderwerp, zeg maar, heeft wel een andere context. Heeft wel een andere. We zitten in een wereld waar we veel te veel auto's zitten, waar dat de ring constant vol zit. Waar dat we nu met iedere straat in Antwerpen ook maar om te leggen is, omgelegd is. Dus het zijn wel dingen waarover die niet zo positief zijn, zeg maar. Het zijn dingen die al bezig houden. Het zijn dingen die me bezig houden, sowieso. Omdat je met te veel mensen in de wereld en dat kan er niet meer aan en bla bla bla. Dus dat dreigen zit er in die manier misschien wel in, maar op zich wil ik dat er wel humoristisch overkomt. Op zich wil ik dat er wel een soort van humoristische installatie is. Dus feit dat je op die locatie. Die absurde situatie tegenkomt, zeg maar. Waarin de misplaatsing iets onbereikt oplevert. Exact. Ik had vorig jaar in september had ik in Beekegem, dat is een klein dorpje, ergens in de buurt van Brugge, had ik dus een installatie gemaakt waarin het leek dat het stadsbestuur beslist eigenlijk om daar een ringweg rond te maken, rond dat dorpje. Ik kus omdat niet die foto hier, de vorige foto, is eigenlijk een afbeelding van de eerste 9 ringwegen van België. Maar er is dus geen enkele ringweg rond in België. Er is in Brussel, waar het puntje staat, is het centrum van de stad altijd. Antwerpen heeft dan voor de andere richting een tweede nummer voor een of andere reden. Dus als je met de wijzers meerijdt, is het er 1, tegen de wijzers is er 2, voor bepaalde reden. En de eerste ringweg die rond is, is die van Kortrijk, R8, en daar staat de kerk. Dus dat is natuurlijk humoristisch bedoeld, maar het gaat wel over die ring van Antwerpen die vorm heeft gekregen, zorgt wel het feit dat iedere dag de ring gewoon vol staat. Maar wat ik dus wil zeggen dat dit hier, dat is een week in mijn ringweg geïnstalleerd, zeg maar. Dat zou er komen, en ook echt plannen gemaakt, wat er waren, knooppunten, etc. En ik had dus die posters in het dorp uitgehangen. Ik had dan ook een plek gemaakt waar dat dan de vergaderruimte van het stadsbestuur was, waar de mensen dus ging om te vragen over de wijk, zeg maar, dat is dit hier. Dat had ik een bendel geplaatst, maar tegelijkertijd had ik zeg maar een anti-beweging geplaatst. Dus de dorpelingen die vonden natuurlijk echt nog niet tof dat er een ringweg zou komen. Het is allemaal fake, hè? Dus ik heb dat allemaal gestreed. Maar dus hier zie je alle mensen die anti. Mijn moeder en mijn zus hebben nog wat tekenen, al de prachtige tekeningen gezien. Dus tegelijkertijd is het volk van Beekegem zeg maar helemaal niet tevreden met het feit dat er een ringweg komt. En dat is natuurlijk allemaal humoristisch, dat is ook als humor bedoeld, zeg maar. Maar het gaat wel, er was een huis die ging afgebroken worden, dus die mensen wat niet weg doen uit. Dus die mensen die kwamen bezoeken, dus dat was voor een kunstenfestival in Beekegem. Dus mensen kwamen ook van Gent, van Brussel, kwamen dat bezoeken. Maar hadden het dus niet door. Dus ze lopen erdoor en die zeggen, maar wat is dat hier dan? Een moeilijke gemeente, exact, moeilijke tijden. Dat was er ook een programmaboekje van het kunstenfestival waarin er een reclame stond voor de ringweg die ging komen. Mensen hadden dus nog altijd niet horen van het dorp zelf, dus die belden de burgemeester zeggen, maar waar zit dat iemand met die ringen die je hem vindt? Dus had het gemeentebestuur ingericht over jou komen? Nee, niemand wist dat niet. Niemand wist dat niet. Natuurlijk, mensen waar ik posters aan gegeven had, die wisten natuurlijk wel dat allemaal
niet echt was. Alhoewel, die waren ook aan het werven. Ik zei, daar kun je een postervanger tegen de van Beek. En die zei, komt er een ring? Dat kan er niet in voorwoord. Dus natuurlijk, dat is allemaal humoristisch, maar het gaat wel over een soort van tragisch gegeven. Als je naar Venetië gaat en je ziet Venetië enorm nabij, en je ziet dus die posters hangen met de boten, en je ziet, dan zie je dat er echt een problematiek is in Venetië. De gebouwen zijn aan het, nu nog niet aan het instorten, maar we zijn er dichtbij. Door het feit dat de cruiseschepen mogen tussen Giudecca en Venetië zo allemaal varen. Dus dat is nu door de locatie en door het evenement is het niet heel humoristisch, maar het gaat wel terug naar iets die wel heel reëel is. Ik was onlangs in Assen, het was kort na dit, was ik in Assen, vlakbij Brussel. En ik zag effectief posters hangen met geen ring door Assen. Omdat ze effectief de ring van Brussel gaan uitbreiden door Assen, zeg maar. Dus het is wel iets die heel levendig bestaat. Ieder met Antwerpen. In Antwerpen willen ze niet dat er ergens heel ver in de verte over de haven een brug komt, omdat dat het zicht over Antwerpen gaat verdienen. Maar het is wel een oplossing om de ring, zeg maar, rond te maken. Of een tunnel bouwen, wat is het niet, blablabla. Dus er zijn wel problematieken in die context. Maar ik breng die wel, ik wil die wel brengen op de komische manier, omdat je op die manier van de manier gaan nadenken over. Denk ik, hè? Hey, moest ik de zin zo denken van, de ring. Maar misschien is er wel een probleem in Antwerpen of in Gent, of ik weet niet, maar mij die dat kunnen spreken. Ja, het komische in dit geval ontstaat natuurlijk ook alleen maar op het moment dat je het als een kunstwerk kan lezen. Exact. Dat is de realiteit. Dan denk ik gewoon van, amai, zijn die problemen in gemeente, hè? Dat het ook opnieuw hyperrealistisch uitgevoerd is, dat je het onderscheidt met de realiteit die je kan maken. Dus dat betekent dat het effect van het komische bij de kunstkijker plaatsvindt, maar dat zeggen de bewoners van Beningen niet. Bij de bewoners is het dus wel gebeurd, omdat veel bewoners dat grappig vonden. Eerst niet, eerst waren ze heel kwaad zelfs. Omdat ze dachten dat er misschien, sommigen hadden meteen door, en natuurlijk gaat vanaf wie dat gevoel is te staan. Hè. Maar sommigen waren dus eerst heel kwaad, op het moment dat ze dan effectief beseffen dat dan effectief niet echt was, dan begonnen ze weer te lachen, maar begonnen ze ook enkele bord aan tafels waar mensen door aan praten waren, begonnen ze effectief ook te gaan nadenken. Ja, wat zou er nu zijn in Beningen? Is dat misschien een oplossing voor het sterfverkeer tussen, ik weet niet waar, in Brugge? Het is wel een weg om mensen er toen over nadenken, of het een positief of negatief is, dat is aan hun keus. En ik wil er ook geen mening over geven. Ik wil niet zeggen met dit werk dat zus of zo moet gaan, want in Antwerpen hebben we een rondeling nodig. Mijn standpunt is hier niet duidelijk. Oké. Tot nu toe beperkt je rol zich in dit soort werk tot die van een soort scenograaf bijna, die een situatie anceneert. Een volgende stap zou kunnen zijn dat je regisseur wordt en dat je eigenlijk een hele sociaal participatieproject, bij wijze van spreken, de relational aesthetics van de jaren 90 daarna zou ook zitten. Zou je die stap ook zetten dat je mensen daadwerkelijk zou inschakelen? Of is het opnieuw ergens net? Dat weet ik, dat is heel dubbel. Dat is heel dubbel, omdat ik natuurlijk, het feit dat ik hiermee bezig ben, ligt er natuurlijk wel ergens. Er is wel iets waar ik heel veel belang in stel. Bijvoorbeeld, als ik nadenk over Brussel, denk ik, over dingen die echt wat beter zouden kunnen gaan. Of in Antwerpen, ik heb ook wel duidelijk mening dat er ooit wel rond moet gaan. Dus mijn vraag, en ik heb die vraag nog gekregen, ga ik dan effectief er iets mee gaan doen, met het feit dat ik daar ook actief mee bezig zou zijn om die verandering daar te krijgen? Op dit moment is dat nog niet het geval. En ik denk, als een losstaat van die kunstenproject, zou dat wel kunnen eventueel. Maar ik weet niet of het twee inzetbaar zijn. Ik wil niet, dat vind ik heel pretentieus van mij, maar ik wil een soort van werk gaan maken waarin dat je mensen engageert om iets te gaan doen. Ik denk dat het eerder gaat om het werk maken dan eerder gaat om een besef te proberen te creëren en dan hopen dat je kan opentrekken naar een enkel kunstpubliek. Wat dat onwaarschijnlijk moeilijk is, denk ik. En daarom ook wel liever in de openbare ruimte meer zou gaan werken, denk ik. Maar ja, dat is waar ik wel mee bezig ben. Ik heb al vaak gedacht om zo'n cityplanning of weet niet. Adriaan, je had dat bedenken. Doe mij een beetje denken aan die van Luc de Leu, in bepaalde opzichten. Ja. Vanuit een soort conceptuele doordenken van een bepaalde situatie en dat te visualiseren, de realiteit als het ware nog even bevragen en in discussie stellen. Mm-hmm.
Klopt, maar Luc de Leeuw heeft net een totaal andere ingang gevonden. Hij is eigenlijk omgekeerd begonnen, hij komt vanuit architectuur, hij heeft zijn netwerk in architectuur. En als hij een voorstel maakt voor het Centraal Station, om de treinen door de koepel te laten rijden en dan gewoon over het Asgerdplein op de drone laten gaan, dan is dat in zekere zin ook wel reëel voor hem. En kan hij dat ook ergens ook wel gaan plaatsen. En ik heb dat netwerk momenteel niet. En ik hoop dat het misschien ook wel kan gebeuren, maar ik heb ook geen achtergrond voor of geen studies voor gedaan ofzo. Wat ik nu kan doen, is dromen over het feit dat in Brussel is misschien beter om in plaats van het verkeer te bannen, dat je de tunnel van de trams omzet naar een tunnel van auto's en dat je het verkeer nog wel door de stad rijdt en de trams door de straat laat komen. Maar dat zijn fantasie die ik heb en dat is allemaal technisch niet mogelijk waarschijnlijk. Dus op dat vlak zit je wel met een verschil tussen zeker mij en de Leu, is dat voor hem kan dat technisch mogelijk gemaakt worden omdat hij daar die opleiding voor heeft. Ik heb dat helemaal niet en ik kan me dromen over iets. Interessant is ook dat in jouw invalshoek, en dat zie ik eigenlijk ook wat in jouw toevallige keer met jouw poster, heb je daar een verschil gedaan? Ja, één jaar of zo. Hoe komt dat? Heb je ook de ambitie gehad om ontwerper te worden? En zo ja, waar is dan de klik naar de artistieke praktijk? Het ding is, ik heb vroeger eigenlijk heel weinig met kunst of artistiek of te maken gehad. Ik weet nog dat we wel een paar meenkunst maakten bijvoorbeeld als kind. Maar voor de rest hebben we eigenlijk niet echt. Toen ik in school toe kwam, misschien amper niet dat gedaan was. Dus ik heb al ouders die me heel hard gesteund hebben en ik mocht altijd wel wat doen. En ouders komen ook uit een soort van artistiek milieu, maar niet uit dat kunstmilieu. Dus de stap om naar kunst te gaan was voor mij heel groot. Ook al was dat iets waar ik een soort van fantasie bij had. Als ik naar andere steden ging, ik wou naar tentoonstellingen. En op het moment dat ik bijvoorbeeld de meeste van Thijssen ging smaak, dacht ik echt van oké, wauw, ja. Ik snap dit, ik bedoel, misschien kan ik ook ofzo. Maar toch was die stap veel te groot. Dus de eerste stap dat ik kon maken was graag zo'n tent. Dat was hetgene dat ik nog binnen mijn bereik lag. Ook al was dat al amai, die stappen drie treden hoger dan wat ik ooit had willen inbeelden. Want ik ben oorspronkelijk kok van opleiding en daarna heb ik toerismestudies gedaan. Dus ik heb niets van achteren met die kunst. Dus die grafische opleiding was eigenlijk de eerste stap. En toen op het einde van dat jaar moest de posters maken, waarin dat was een soort van geheim ontwilde. En ik wou gaan werken met lichtbakken en mijn installatie en ik weet niet wat. En die docent zei van zie, je is de grafische ontwerp. Dus ik raad u aan om dit keer een 2D-ding te maken en om later dan te gaan werken rond 3D, misschien als je in 3D jaar gaat zit. En toen dacht ik van nee, no way, ik moet 2 jaar gewachten, dus nu ga ik beeldkunst doen. Dus dat was eigenlijk het beeldkunst. En zelfs in beeldkunst heb ik best wel beslist dat ik hem ook naar beneden doen. Wat dan nog zo houdbaar was van dat soort werk naar een soort van kunstopleiding. Ja, oké. Tot nu toe heb je je praktijk heel sterk geënt op bepaalde situaties, site-specifiek, installaties, tijdelijke constructies ook. De kunstmarkt is voor veel kunstenaars toch belangrijk om op termijn, op de een of andere manier, toch ook een soort micro-economie op te bouwen. Amai, ja. Ja, werk is tot nu toe heel relationeel en heel tijdelijk, ephemeer. Zie jij jezelf evolueren naar een situatie waarbij je wel dingen zou produceren, die ook verkoopbaar zouden zijn, om op die manier jouw eigen micro-economie te kunnen realiseren? Of is dat per definitie als het ware uitsluit? Ik heb de kans gekregen via een bepaalde manier om die installaties te kunnen maken. Alleen daar die kans kunnen krijgen en om dat te kunnen doen financieel, is niet voor iedereen weggelegd. Het is heel moeilijk om dat te kunnen doen, want als je geld krijgt om zo'n brug te bouwen voor je eindwerk, ik bedoel, dat is 4.000 euro als student op dat moment, of 5.000 euro niet meer. Je hebt dat niet rondslingeren als student. En ik heb heel veel geluk gehad dat ik daarmee, en ik ben ook heel dankbaar voor, dat ik daarmee de mogelijkheid had om dat te kunnen doen. En ik heb dat een jaar lang gedaan. We begonnen met zo'n subsidies van Antwerpen te krijgen en zo verder. Maar op een bepaald moment lukt dat inderdaad gewoon niet meer. En moet ik ook voor mezelf die keuze maken om dat niet meer te doen. Dus, geld zelf, eigenlijk geld is ook gewoon überhaupt niet meer. Ik heb een part-time job waar ik 1.000 euro per maand verdien, en dat is ook zo.
Ik kan er geen installaties mee maken dat ik er echt boven zie. Dus vanaf nu begint het echt wel af te hangen van wat het de vraagstelling is. Van een instelling of van een plek. Ik bedoel, hier heb ik nu heel veel geluk gehad dat ik een heel mooie, heel mooi budget kreeg om dat te gaan waarmaken, waar ik zelf niets van kon overhouden, denk ik ook heel goed. Maar dat is iets dat ik niet meer kan doen, zo'n installatie te maken zonder dat dat budget er is. Dus ik moet niet per se echt over goedkope werk aan nadenken ben. Het is niet dat ik in dat leger zit en dat ik denk van oké, wat kan ik dus kunnen doen die goedkoop is. Maar ik maak wel werk die binnen mijn financieel bereik zijn. En dat zijn installaties die ik boven en dat zijn dan wel meer sculpturen die dan in de beurs zijn in verschillende expos. Dat is een heel, heel oude sculptuur. Dat is een van de eerste sculpturen die ik heb gemaakt, denk ik zelf. Maar dat soort werk, die hebben we wel bijgekocht, dus dat is heel tof. Maar dat soort werk inderdaad maakt... Een bankier, dat is een CC. Ja, dat is een CC. Dat is wat ik nu dit jaar heb gemaakt, niet dat jaar. Maar ja, je kunt op een manier kun je niet anders dan niet verkoopwerk blijven maken, maar als ze een werk wil blijven maken en dat zijn installaties, dan moet je ergens wel een middenweg vinden die financieel is en ook nog een grote boodschap naar buiten brengen. En dan krijg je anders een werk natuurlijk. Maar wel nog altijd, de basis blijft wel het urbanisme. Ja, dit soort werken, alleen op een schaal, gaat zich anders in de wereld zetten dan jouw tijdelijke momentale installaties. Dus er is een weg naar een privéverzameling of een galerie of een museum. We gaan daar een ander publiek bereiken om te blijven op langere termijn werken dan jouw tijdelijke institutieproject. Ja, absoluut. En dat is ook heel tof dat ik onlangs dat ik niet zo... op de beurs gedaan. Ja, klopt. Dat is denk ik dat ze weer gemaakt heb. Even te verduidelijken, ik weet niet over de problematische stijging van het zeespiegel. Het huisje van Joske van de Straat is omhoog geweest, en zolang dat ze een huis dat hij zelf gebouwd heeft, nog kan blijven bestaan. Zie je dit als een maquette voor het te realiseren project, of blijft het een maquette aan zich als sculptuur? Ik kan het eigenlijk gebruiken als projectvoorstel voor een eventueel, eigenlijk als een soort wedstrijd waar ik aan mee had gedaan. Maar ik wist dat ze niet kiezen omdat dat veel te duur is. Dat ging niet gekozen worden. Maar ik ga geen maquettes maken van werken dat ik zomaar kan maken. Dus ik zou nooit een maquette maken van het werk dat ik hierboven heb gemaakt. Dus de maquette dat ik maak, en er zijn nog een paar andere nog, dat zijn enkel van projectvoorstellen die dus... Die heb ik nu uiteindelijk wel gemaakt. Dat is ook weet ik vroeg werk. Maar dat zijn dingen die ik meestal niet kan verwezenlijken, maar toch op een bepaalde manier wel voor mij zien wat dat met de ruimte gaat doen. Dus dat zijn... De droom is er wel om dat te gaan maken, maar meestal weet ik dat die productie van dat werk dat nog heel lang gaat duren als het ooit lang gaat gebeuren. Dus daarom heb ik dan een maquette maken om toch die moment vast te pakken en er toch even te kunnen neerknallen. Zo'n teaser voor iemand die zegt van dit zou ik graag in het echt gerealiseerd zien, om jou als het ware snel over te contacteren om de kans te geven. Ja. Klopt, maar ik maak die niet met die intentie. Ik maak die wel met die intentie dat ik die zelf wil zien. En blijkbaar schuift het ook wel. Ja. Ja, het is toch iets dat ik zo pas vertel, maar ook niet met die intentie gemaakt, maar het is wel een manier waarop ik zeg maar mijn handen zou kunnen financieren, heb ik gemerkt. Het is wel een mogelijkheid om er naartoe wel wat geld te geven, dus meer dan die afschuwelijke tekeningen echt even zien. Ja. Kan je een woordje vertellen over de film die we boven te zien? Ja, dus de video van boven zijn eigenlijk verschillende straatbeelden in Antwerpen. Dat ik genomen heb door foto's te nemen van alle huizen apart en die dan in een collage in Photoshop aan elkaar te breien eigenlijk. En dan op de hoogtes van de gebouwen is een muziekstuk gemaakt. Dus de hoogtes van de gebouwen zijn partituren eigenlijk voor een muziekstuk. Dus op een bepaald moment heb je een hoge toren die in beeld komt en dan voert je ook een heel hoge toon. En samen, dus per straat, is er een apart instrument en samen vormen ze dus een quintet van 5 video's. En ik heb dat gemaakt eigenlijk omdat ik me altijd constant blijf verwonderen over hoe verdeeld dat het gebouwd is. Door een straat die in waarschijnlijk hetzelfde 4-5 jaar gebouwd is, qua termijn, maar toch zijn ieder gebouw
volledig anders. En volledig verschillende hoogte en andere stijl en andere kenmerken. En ik vind dat gewoon iets heel fascinerend. En daar ook echt wel iets mee doen, maar ik wist het niet goed. En dat was dan een uitgeschoven, denk ik. Je moet ook een stuk van ze laten spiegelen. Sommige delen komen dan terug. Ja, waarom heb je dat dan gedaan? Dat dan om een loop te kunnen maken. Dat is heel simpel, denk ik. Maar ook, ik vond het ook heel tof omdat ik op die manier eigenlijk een nieuwe stad creëer. Zeg maar. Want die spiegeling bestaat natuurlijk niet in het echt. Dus de helft van de video is eigenlijk de niet-echte stad dat je ziet bij PC. Maar dat is eigenlijk eerder technisch gekozen dan dat er een concept achter zit. Hoewel ik het ook wel tof vind als je het maar dat die spiegeling op een bepaald moment ook wel zich plaatsvindt. We gaan langzaam afronden. Had jij nog iets willen zeggen? Dank u te komen. Charming, natuurlijk. Dan gaan we nu de vraag aan het stellen of er een vraag is vanuit de zaal. Ja. Die viaduct, in welk materiaal is het gemaakt? In hout of? In hout, een watervaste indeer. Ah. Het is zo'n enorme indruk van heel sterk en heel stevig. Ja, dat je tok, 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 als je erop tikt. Ja. Dat zelfs als je hierboven, als je op de muur klopt, dan is het ook al wel hol en hoort het dat het allemaal niet echt is. Maar er is wel een patine opgezet geweest. Dus we hebben heel lang, gezocht naar een verf dat gevoel, ik heb die verf hier niet gebruikt, omdat dan dus veel te werk is om te krijgen. Maar we hebben wel een verf gebruikt die een textuur geeft en dan de boven met bistre gaan werken en dan met houtskool. En dat is heel maf omdat in een student. Toen ik teken moest volgen, moesten we altijd in bistre en houtskool werken. Konden wij altijd in bistre en houtskool werken en dan waren mijn twee meest gehate materialen ooit. Tot de dag dus dat ik de brug bouwde, dat er mijn totale leven heeft gered om dus die fijkheid te kunnen krijgen. Dus dank u Polen tekenen om bistre en houtskool te leren. Ja, exact. Ja. Oké. Okay. Vraag of een suggestie of een commentaar? Of feedback zelfs. Meteen? Oké. Okay. Ik blijf nog een tijdje, dus ja, als een vraag is, zo laat stel praten. Indien jullie meer willen weten over Elias' praktijk en dit interview, kan vandaag maar niks op. Dan moet u hier ook een heel goed interview op zijn expo, waar andere vragen worden gesteld en dan een antwoord op gegeven of zoiets, of omgekeerd. Het komt wel een beetje overeen, want ja, natuurlijk heb ik niet. Ik was ook heel blij dat ik het vandaag gevonden heb, want daardoor heb ik het nog een beetje voorbereid op het gesprek. Dank je allemaal voor je zijn en dank je voor jouw verhaal. Jongens, heel erg bedankt. Ik heb nog heel even iets heel awkwards na het applaus. Toch iets vermelden, ik heb volgende week zaterdag met de tentoonstelling, dus al doorheen. En het is een tentoonstelling die gaat over het straatmobilair, zeg maar. We moeten misschien een ander ook even tonen, Elien. Ik weet niet of ik de foto verder zit van de Vlaamse lantaarnpaal. Ik vond het wel een tof anekdote. Dus op een bepaald moment hebben ze in Vlaanderen in 1990 besloten dat lantaarn, dus de verkeerslichten, eigenlijk in Vlaanderen zouden moeten geel en zwart zijn naar de Vlaamse vlag. Dus zijn die palen, dus je kunt het zien, zijn die al die palen beginnen gaan schilderen in gans Vlaanderen en voornamelijk rond Brussel, om dus Brussel af te sluiten van Vlaanderen, om dat geografisch ook te kunnen aanduiden. Die minister heeft dat ook toegegeven, tiental jaren daarna, dat die reden had, en niet voor visibiliteit. Dus het eerste wat ik ga doen volgende week, gaat een beetje daarover. Ik ga ook een soort van straatmobilair maken die tegenwoordig plaats vindt in die kleur. Dus in Wallonië en Brussel heb je nog de bovenste lantaarnpalen en in Gaskalle heb je de onderste lantaarnpalen. Het toffe is dat je in Antwerpen, zijn sommigen als dat een lang geleden geschilderd, dat je dus dat rood en wit weer naar boven kan krijgen. En dan nog één kleine anekdote. Dus in Brussel hadden ze dus een studie gedaan waar dat de meest zichtbare kleuren waren. Bleek dat donkerblauw en geel was. Dus ze zijn die allemaal beginnen schilderen in Brussel. En toen heeft een of andere partij toen gezegd, ja maar ho, wil ik wel helpen op onze Vlaamse buur. En toen is er zelfs de leuze, het Vlaamse paard van Troje moet hout worden toegeroepen. Yes. En dus toen zijn ze allemaal terug gaan schilderen in het rode met geel. Dus volgende week maak ik dus daar ook een werk en na de verkiezingen doen we ook een tof thema.